Vandaag gaan we naar een bijzonder bedrijf toe. We gaan naar BCTN. Dat is een containeropslagplaats in Nijmegen. Eigenlijk gaat de hele wereld door de Nijmeegse Wouwhaven heen. Hoe dat zit, komen we vandaag achter. We gaan de streek in. Hallo, welkom bij BCTN. Dank je. Veiligheid. Veiligheid voor alles. Ja. Kijk. Dave, we staan hier bij BCTN. Wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Ja, wij van BCTN zijn een van de 9 terminals uit het netwerk van BCTN. Wij doen hier klanten bedienen door middel van containers. Wij lossen containers uit schepen. Die worden op een vrachtwagen gezet naar de klant toe. En die komen weer terug. Die worden of weer gevuld of leeg afgevoerd naar Rotterdam. Wat wij ook doen is 50% op- en overslag voor externe schepen. Dus even voor beeldvorming, er komen hier containers vanuit Rotterdam, vanaf een zeeschip. Ja. Uit wherever in de wereld. Die worden hier, daar op een boot gezet en die komen dan hier. Die worden hier op de kade gezet en die gaan hier weer door naar bijvoorbeeld Basel of Keulen of iets anders? Onder andere, ja. Wij zijn daar een soort hub in. Dus wij verzamelen veel voor een bepaalde terminal naar Basel of Straatsburg. Dus dat niet alle schepen een klein beetje naar Basel gaan. Dus dat het allemaal wordt gehubt, zeg maar, wat wij dat noemen. He, lean and green zijn wij. Dus dat wil zeggen, de schepen die bij ons aankomen, die zijn goed voor 100 vrachtwagens. Dus wij halen 100 vrachtwagens van de weg af. En vervolgens zijn we daardoor emissie neutraal. En over hoeveel containers praten we hier dan, wat hier staan? Wij hebben op het moment nu zo'n beetje 3000 containers staan. We zitten wel tot aan de max nu, dat moet ik er wel bij zeggen. Op jaarbasis tussen de 120.000 en 130.000 containers. Dave, we staan hier aan de waterkant. Hier ligt dus een boot. Ja. Weet je ook waar die vandaan komt? Ja, deze komt uit Basel via Straatsburg. Die is 2 dagen geleden vertrokken uit Straatsburg. We zijn nu bezig met het laden en lossen van dit schip. Vooral het bufferen weer. Hij gaat door naar Antwerpen en hij krijgt bepaalde terminals van Antwerpen. En andere terminals die hij niet aandoet, die lost hij hier. Die gaan we met een ander schip mee. Het is echt indrukwekkend. Zo'n schip komt dus hier aan. En dan halen jullie hem dus leeg. Die containers die slaan jullie hier op. Hoe lang blijft zo'n container hier gemiddeld staan? Gemiddeld de overslagcontainers 2 tot 3 dagen. Onze eigen containers voor onze eigen klanten, dat kan wisselen. En in zo'n container kan echt werkelijk waar alles zitten, hè? Alles. Werkelijk alles. Je kan het niet bedenken. Van maanverband tot babyvoeding. Ja. Nou, hebben we één grote wereldwijde producent hier ook. De ketchup. Ja. En dat gaat vanaf hier de hele wereld over, hè? De hele wereld, ja. Ik heb zelfs ketchup uit Elst in Australië meegemaakt. Dat ik echt in de supermarkt in Australië aan het kijken ben. Hey, Elst. Dat komt gewoon vanuit de Wouwhaven hier in Nijmegen. Ja. Kijk, de ketchup komt binnen als ruw product, als pasta. Dat gaat naar de Heinz, wordt verwerkt, komt weer terug in flesjes of in sausjes. Dus ja, wij hebben de hele stroom van de Heinz. We gaan verder. Oké. Okay. Dave, we zagen net, hè? Er komt hier een vrachtwagen met ketchup was het toevallig weer. Ja. Die wordt hier gebracht. Dat wordt dan hier neergezet. Hoe weten jullie waar welke container komt en waar die moet staan en waar die ernaar naartoe moet? Nou, elke container op de wereld heeft een eigen serienummer. Wat wij noemen een prefix. Dat zijn 4 letters, gevolgd door 7 cijfers. En elk container is gewoon uniek. En daar weten wij aan... Wat erin zit, dat kunnen we allemaal in de computer opzoeken.
En waar hij heen gaat, met welk schip hij naar welke terminal moet. Dus die container komt hier aan, we zagen net, die werd hier neergezet ergens. En dan gaat hij binnen nu en twee dagen dus gaat hij weer door met een boot. Ja. En dan weten jullie ook waar die container naartoe gaat. Ja, nou toevallig Heinz heel veel gaat nu op het moment naar Engeland. Dus dat gaat naar de Shore Sea Terminal in Rotterdam. En die hebben wij drie keer in de week een afvaart naartoe. Dus ja, dat is echt twee dagen en dan is het weer weg. Dus in Engeland houden ze wel van een beetje ketchup. Die hebben hele vreemde smaakjes. Containers die hier komen in Nijmegen, die komen uit alle uithoeken van de wereld. En dan doen jullie ook ontgassen. Ja. Wat is dat precies? Nou, ontgassen is niks anders dan het leegzuigen van de giftige dampen in een container. Die ontstaan tijdens de reis. Producten die erin zitten, vooral die veel lijmproducten bevatten. Neem dit containertje, die zit vol met kerstartikelen. Die kerstballetjes zitten aan elkaar gelijmd. Ja. Op een gegeven moment tijdens de reis gaat die giftige dampen gaan een beetje zich broeien. En wat wij dan doen, we laten een gasmeter komen, die meten via een naald onder de rubber de giftige dampen. En die worden nu afgezogen via een filtersysteem. Zodra die helemaal neutraal is, dan gaat die op de wagen naar de klant. Oké, want anders zou het zo kunnen zijn als die daar geopend wordt. Dat mensen die giftige dampen inademen, ja. En dan krijg je van allerlei andere risico's. Ja, dat klopt. Dave, er staat een hele hoop op zo'n container. Hè? Jullie kunnen dus ook gewoon aan de code zien van waar die vandaan komt, waar die naartoe moet. En dan in het systeem zit wat erin zit. Maar wat staat er nog meer allemaal op? Nou, voor ons is belangrijk de prefix en zijn nummer. Ja. Ja, dat is de identieke nummer, hè? De unieke nummer eigenlijk. Dan staat er nog hoeveel kuub inhoud een container heeft. Het maximale gewicht wat hij mag laden. Ja. Zijn ledig gewicht. En eigenlijk kunnen we daar eigenlijk een beetje alles mee aflezen. Ja. Ja. En dat staat dan in de kilograms en in pounds voor de Amerikanen. En voor de rest staan er ook nog wat waarschuwingen. Zet er ook nog een speciale sticker soms op als hier iets gevaarlijks in zit? Ja, dan komen de gevaarlijke stoffen stickers op. En welke klasse dat is. Altijd belangrijk voor de brandweer te weten, mocht er iets zijn. Hey, en waar moet ik dan aan denken aan gevaarlijke stoffen? Batterijen voor elektrische fietsen. Ja. Die vallen onder een klasse die gevaarlijke stoffen bevat. Dat kan vloeistoffen zijn. We mogen alles hier hebben behalve explosief en radioactief. Ja. Maar alles anders mogen we hebben. Een schip gaat hier nooit leeg weg, hè? Op het moment dat hij hier aankomt, dan meert hij hier aan, dan halen jullie hem leeg en tegelijkertijd wordt hij alweer gevuld. Dat zien we nu, hè? Dat klopt. Dit schip die lost bepaalde containers voor bepaalde terminals, krijgen we andere terminals mee. En altijd een zo vol mogelijke bezetting. Ja, vandaar dat jullie dus ook twee kranen hebben. Ja, één kraan lost, de andere kraan laat. Vervolgens doen ze ook nog vrachtwagens op en afzetten. De kraanmachinist die weet ook precies dus welke container die moet pakken. Ja. De computer geeft aan welke container waar moet komen in het schip. Dus we kunnen vooraf al precies zien wat er gaat gebeuren. Dave, ik kan me ook goed voorstellen, er gaan een hele hoop containers op zo'n schip. Dat zorgt er ook voor dat vrachtwagens niet hoeven te rijden. Kortom, het is een stuk milieuvriendelijker. Het is zeker een stuk milieuvriendelijker. Wij kunnen daardoor onze CO2-emissie reduceren met 60% vergeleken met het vrachtverkeer over de weg. Vrachtwagens blijven toch nodig houden. Maar het laatste stukje maar. Het grootste deel doen we met binnenvaartschepen. En wij hebben in de eigen vloot een elektrisch schip, dus die is helemaal emissieloos. Wij gaan steeds verder die kant op. Dus binnen een aantal jaren zullen wij alleen nog elektrische schepen hebben in de vaart. En hoe werkt het dan? Er komt een elektrisch schip. Kunnen zij dan hier ook gewoon stekkers als je dat met een auto ook doet? Ja, dat zou je haast denken. Dat zullen waarschijnlijk containers zijn gevuld met of waterstofcellen of batterijen. En die worden uit het schip gehaald. Hier wordt weer een geladen container met batterijen weer teruggedaan. Stekkertje erin en hij kan weer verder varen.
De Waal sowieso, dit stukje, is heel bijzonder. Ja. Want je zei, dit is het drukste bevaarde stukje van Nederland. Dit is echt het drukst bevaarde stukje van een rivier van Europa zelfs. Schepen per dag, wat hier voorbij komen, is schrikbarend veel. We zitten hier ook op het punt van de drie landenpunt qua vaarwegen. In de afvaart rechtdoor is naar Antwerpen-Rotterdam. Hier de bocht om bij het verkeerspost ga je de Maas-Waalkanaal op. Dus in principe richting Limburg en eigenlijk door naar België-Frankrijk. Ja. En in de opvaart ga je richting Basel, IJssel. Dus ja, het is echt een uniek stukje Nederland hier qua vaarwegen. Daarom zitten jullie natuurlijk ook hier. Ja. Ja. En daardoor kun je dus heel makkelijk ook al die containers tussen die terminals verzamelen en huppen, wat wij huppen noemen. Ja, klopt. Hey Dave, ik vond het echt leuk en ook bijzonder dat ik vandaag even hier mocht rondkijken. Want ja, de hele wereld gaat hier toch door Nijmegen heen. Ja, zo onderhand wel, hè? Ja. Alles komt binnen via containers en gaat eruit via containers. Ja. Ik denk dat een hele hoop mensen in en rond Nijmegen helemaal niet in de gaten hebben wat hier dus gebeurt. Nee, we zitten in een afgelegen hoekje, dus ja. Nou, leuk dat ik hier in ieder geval even mocht kijken. Voor mij is het in ieder geval een stukje duidelijker geworden wat jullie hier doen en wat hier allemaal gebeurt. Ja, nou graag gedaan. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Dave. Oké, Maurice. Dit was weer een aflevering van De Streek In. Heb je nou ook een leuke tip voor ons of een leuk bedrijf waar we echt een keer naartoe moeten? Mail ons dan. Redactie @rn7.nl. Tot de volgende keer.